Deer de Maas, 1600 cc klasse. Oh, Alex, wat doe je? Zijn van start. Doe nou Alex. Dat is een pedaal, dat is wacht even op die... We gaan allemaal door de eerste bocht. Hier aan de eerste bocht. Startnummer 057, Pieter Kimmer de Vries, die de leiding neemt. Startnummer 057, Pieter Kimmer de Vries, aan de leiding. En gevolgd door startnummer 01, Wiesma. Ja, en we hebben weer een hele mooie kamrol. Links achter de hoek. Startnummer 41, Rick Wiesma, dat is de man op de derde plaats. En hij krijgt een glas dicht hier. Binnen wat rood gegeven. Veiligheid boven alles. Hij ligt natuurlijk heel op. Ja, we zijn er. Maar nummer 1, Iets Wiesma, die zit er tussen. Die drukt hem aan de binnenkant. Ja, sure. Die neemt de leiding. Zijn matten. En we zullen zien hoe deze strijd zich ontbrandt. In het vervolg van deze derde mars. Het startnummer 57. Hij probeert de afdraad te doen, maar het is steeds in Wiesma die aan de leiding gaat. Op de hielen gezeten door Pieter Tjibbe de Vries. En die onderneemt weer een poging om aan de binnenzijde voorbij te komen. En zo te zien is hem dat gelukt. Dus als eerste nu Pieter Tjibbe de Vries. Maar hij gaat te ver naar buiten. En het is weer startnummer 1 in Wiesma. Die de leiding erover neemt. En zo is het iedere keer zuiveltje wisselen tussen Iets Wiesma en tussen Pieter Tjibbe de Vries. En we zullen zomaar eens zien als de finishvlag gevallen is. Wie van deze twee hier als eerste wordt afgevlagd. Maar ze geven elkaar geen centimeter ruimte. En ze proberen van alle kanten om elkaar te passeren. En er is nog steeds Iets Wiesma aan de leiding. Dan gaat het. Pieter Tjibbe de Vries. Ja, we proberen weer binnen door dichterbij te komen. Op startnummer 66, Alex Spanjer. Die probeert nog wat dichterbij te komen. Om de spanning wat terug te brengen in deze race. In deze derde mars. Van de 1600 cc klasse. Maar voor ons nog is het Iets Wiesma met startnummer 1. Die aan de leiding gaat. Maar wederom binnen door. Hij probeert het nog steeds. Hij probeert de betere lijnen te pakken. Weer binnen door. Maar op het rechterstuk heeft nog wat Wiesma en ietsje meer snelheid. Daar loopt hij wat weg. En in de bochten zal hij het weer proberen. Pieter Tjibbe de Vries. Laat de laatste ronde gaan. En Alex Spanjer, dat is de man die de derde plaats bereikt. Op de vierde plaats staat nummer 40, Eindra de Haagma. Maar het is toch staat nummer 1, is Kiesma, die op vlak wordt. Gevolgd door 57, Pieter Tjibbe de Vries. 66, Alex Spanjer, dat is de derde man. Dat is het. 1 of 4 hebben we startnummer 40.